Wat is er gebeurd met Lisanne Vroon en Chris Kremers? Uit DNA-onderzoek bleek eerder dat de spullen die gevonden zijn in de Panamese jungle toebehoren aan de twee Amersfoortse vriendinnen. En het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt nu de mobiele telefoons en de digitale camera. In de hoop dat die uitsluitsel kunnen geven over hoe die fatale wandeltocht van Chris en Lisanne is verlopen. Ik denk dat de belangrijkste vraag is, wat is er gebeurd? Met Chris en Lisanne. Wat is daar gebeurd? En om daar een antwoord op te krijgen, hebben we meer informatie nodig. Chris en Lisanne vertrokken in maart naar de andere kant van de wereld om vrijwilligerswerk te doen in Panama. Op 1 april worden ze voor het laatst gezien op het Pianistapad in Boquete. Ruim 2,5 maand later en op meer dan 20 kilometer afstand worden een rugtas en later ook DNA-sporen gevonden, diep in de jungle. Wat wij begrepen hebben is, bijvoorbeeld de rugzak is best wel ver gevonden van de laatste plek waar ze gezien zijn. En de afstand daarnaartoe is eigenlijk te ver om aan te nemen dat ze dat zelf hebben overbrugd. En daar zitten dus heel veel vragen tussen het stuk, het moment dat ze op het laatst gezien zijn en waar de zaken gevonden zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt op dit moment de mobiele telefoons van Chris en Lisanne. De ouders hopen zo meer informatie te krijgen over waar de vriendinnen op welk tijdstip zijn geweest. Het is afhankelijk wat de dames met de telefoons hebben gedaan. Maar het mooiste zou zijn dat ze inderdaad tot zo kort mogelijk voor de vermissing nog bijvoorbeeld foto's kunnen terughalen. Jaap-Jan Visser is gespecialiseerd in het terughalen van data uit beschadigde smartphones. Volgens hem is het te hopen dat de GPS-dienst heeft aangestaan. Als ik dan hier kijk, zie je eigenlijk bij een foto twee coördinaten worden vastgelegd. Dat zijn GPS-coördinaten en die bepalen dus een punt op aarde. En die worden vastgelegd met de foto als die dienst aanstaat. Op Google Maps is dan precies in beeld te brengen waar de foto's zijn gemaakt. De families van Lisanne en Chris hopen ook dat de laatste telefoongesprekken en sms'jes nog te achterhalen zijn, om zo meer informatie te krijgen. We hebben heel veel getuigenverklaringen. Van getuigenverklaringen zijn ze ook wel eens dat ze tegenstrijdig zijn geweest of op andere tijdstippen. En we proberen eigenlijk, we hopen dat met aan de hand van de data van de telefoon straks helder wordt wat wel klopt. Los restos encontrados estaban río abajo en Culebra del lado de Bocas del Toro, a unos 21 kilómetros de Boquete, en un área de trochas y cruces extremadamente peligrosos. Het enige bewijs tot dusver is de DNA-match. Volgens patholoog Frank van der Goot is het moeilijk om aan de hand van het overgebleven botweefsel iets te zeggen over een mogelijke toedracht. Ja, er is helaas te weinig materiaal gevonden. Alleen de kledingresten en de botten is natuurlijk volledig onvoldoende om iets over een toedracht te kunnen zeggen. Het zal nog moeilijk worden om te kijken hoe lang het bot er gelegen heeft. In de Nederlandse situatie of in de Europese situatie kun je aan de hand van beschadigingen van het oppervlak kun je wel iets zeggen of het al een tijdje ligt of maar een paar dagen, et cetera. Maar dit is natuurlijk een compleet ander klimaat en met compleet andere vegetatie en compleet andere flora en fauna. Ook het forensisch onderzoek naar de telefoons is niet eenvoudig. De rugtas werd gevonden langs een rivier en wellicht zijn de telefoons nat geworden. In de worst case scenario, en als echt het allerslechtste is dat het, de telefoons echt heel ver heen zijn, dat we de chips moeten uitsolderen. En dan moeten ze eerst wat we noemen gebakken worden om al het vocht eruit te halen. Dat is een heel secuur proces. Als het te snel te warm wordt, dan gaan de chips blisteren en dan gaat de data verloren. Maar dat is identiek in beide processen. En dan kunnen we van de individuele chips nog spullen afhalen door middel van onze speciale techniek en de NFI-techniek. De ouders van Chris en Lisanne willen eerst de onderzoeken afwachten. Voor hen is de zaak nog niet afgesloten. We hebben gemerkt dat Nederland eigenlijk naar de uitslagen van de DNA heel snel die richting op kon. En voor de families is dat toch lastiger. En dat heeft te maken met het feit dat er maar heel weinig gevonden is van Chris en Lisanne. Om feitelijk afscheid van te kunnen nemen nu. En we gaan echt proberen om daar verandering in te brengen. De zoektocht gaat gewoon door. Zodra de rivier weer is gezakt, kunnen de zoekteams weer het gebied in. De families hopen daar meer sporen te vinden. Hoe meer je vindt, hoe completer het beeld wordt. Je kan een heel lichaam hebben dat puntgaaf is. En dan vind je opeens een schedeldak waar een breuk in zit met een gat. Ja, dan heb je opeens een keiharde toedracht. Dus met alleen een paar botstukken kun je überhaupt niks, mag je ook niks, moet je ook niks willen.
Inmiddels doen er tientallen theorieën de ronde wat er gebeurd kan zijn met de twee vriendinnen. Voor een persoon zoals deze jongens die niet zijn guia, lamentablemente pudieron perderse. Dat is bij iedere zaak die de bevolking raakt. Daar ontstaan binnen de kortste keren de meest wilde fantasieën. Dat hoort misschien ook wel zo. Dat is denk ik een soort onderdeel van een collectieve rouwverwerking. De ouders van Chris en Lisanne gaan door met hun zoektocht naar antwoorden. Ze hopen dat het NFI-onderzoek snel iets oplevert. Voor hen blijven alle scenario's nog open. Zoveel mensen er zijn, zoveel theorieën zijn er op dit moment. En het is heel lastig om daarvan zonder feiten vast te stellen wie gelijk heeft. Dus eigenlijk zijn we gewoon aan het wachten en aan het zoeken naar feiten. En aan de hand daarvan zullen mensen die daar verstand van hebben kunnen uitleggen hopelijk wat er is gebeurd.